Er is vlak voor rust op Schiervelden als Roeselare-verdediger Anthony van Loo plotseling in elkaar zakt en voor dood blijft liggen. Ik ging achter die bal na, maar ineens voelde ik het niet goed. Ik kreep naar mijn hoofd en in 3 seconden lag ik neer, zo gezegd. En dan weet ik totaal niks meer van de wereld. Je lag er vlak en een seconde of 3, 4, misschien 5 seconden nadien, een shock, je hebt praktisch van de grond. Die schok is de defibrillator die de prille twintiger een half jaar geleden liet inplanten vanwege een erfelijke afwijking aan de hartspier. Bij een hartstilstand reanimeert het apparaat bliksemsnel. Dan ben ik naar het ziekenhuis gegaan en dan was ik terug prima. Ik voelde niks meer, dus de defibrillator had zijn werk gedaan. Het wonder is door het feit dat dat zo rap optreedt, dan er is ook geen schade aan de hersenen toe of andere organen. Geeft zijn ritme stoornissen gehad en 5 minuutjes later die was Bert Anthony van 5 minuutjes voor de show. Het eindsignaal op Schiervelden haalt Van Loo niet meer, maar niks kan hem tegenhouden om na een slopend seizoen toch het behoud in de hoogste klasse mee te vieren. Ik ben hier gisteren na de wedstrijd nog even terug geweest, ja. Het is al dicht. En ook, ja, ik lag daar in het ziekenhuis, ik kwam daar zot. Hè. Ik voelde me prima, ik wou direct teruggaan naar Roeselare, want ik wou nog meevieren hier op plein, maar ik was ietsje te laat. Maar hij leeft nog wel en het ziet er naar uit dat hij ook gewoon kan blijven voetballen met Roeselare in de hoogste klasse, dankzij die ingebouwde levensverzekering. Het is bewezen ten eerste dat het nodig was, ten tweede dat het werkt, hè, dat is ook heel belangrijk. En voor mij, als de testen dat we gaan doen, niets nieuws aan het licht brengen, niets nieuws abnormaals bedoel ik, dus dan is voor mij de situatie juist hetzelfde als een man geleden, geen enkel probleem.